Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ga vandaag het water in. En het is alweer even geleden dat ik dit pak aan gehad had. Ik wist niet dat wetsuits konden krimpen. Oh. Nou, misschien ben ik wel een beetje gegroeid. Voorbereid van start. Nou, niet echt, want ik zou met de Q30 Plus het water in gaan. Maar ik ben gisteren in alle drukte heb ik per ongeluk de Q30 in de oplader gestopt en niet de Q30 Plus. Nou maakt dat natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar ik ga gewoon lekker met dit setje het water in en we zien het wel. Licht gefrustreerd stap ik uit het water. Dit is zeg maar heel veel meuk wat naar boven kwam en dat vind ik op zich allemaal niet zo erg hoor. Maar dit zijn alle vondsten. Twee muntjes, een trollbiet en een lepeltje. En ik had best nog wel een uurtje door willen gaan in het water, want het is best lekker weer. Maar mijn scoepal. De scoepal is een prachtige schep, alleen je moet er zelf een steel aan doen. En dat is ook niet zo erg, alleen mijn steel brak en ik heb geen gereedschap bij me, dus ik ben heel eventjes uitgescoepald. Ik ga even wat kleren aan doen en ja, ik ben in pasje op het strandje geweest, dus er is niks, maar ik ben er nou toch, dus ik ga toch even het strandje ook nog even pakken. Dan ben ik in ieder geval nog even lekker bezig. Maar dit was voor zover even het water zoeken. Nou, ik zal nog wel even door moeten gaan voordat ik mijn steel bij elkaar heb. 20 centjes. Kijk, de aanhouwer wint. Woehoe, met allemaal steentjes erin. Ik hoop dat die zilver is. Het lijkt er wel op. Zit er een stempeltje in? Staat erin. Ticento. 925. Hey. 925. Dat is leuk. Ja. Zie je? Als je maar aanhoudt. Of je het nou in het water doet of naast het water. Of op het zand of in het gras. Als je maar doorgaat. Dat is de enige manier om wat te vinden. Doorgaan. Hihihi. Kijk, wat ik hier al doe. Hier al zijn bankjes en vuilnisbakjes. En het is maar een heel smal strookje. En het ligt hier helemaal vol met bierdopjes, treklipjes, pakjes drinken, rietjes. Noem het allemaal maar op. Dus wat er gebeurt is, als je met je metaaldetector hier loopt, dan hoor je alleen maar piep, 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 piep. En de meeste detectoristen denken dan van oké, nou dit wordt helemaal niks, hier loop ik weg. Dan kan je een compromis sluiten met jezelf. Dus wat ik nou gedaan heb, is, kijk, ik heb 20 cent gevonden. 20 cent komt op 62 binnen. 50 cent komt ook ergens daar binnen. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb 56 tot en met 80 openstaan en alles voor de rest uitgenotst. Ja, dan ga ik ontzettend veel dingen missen. Heel veel dingen. Waarschijnlijk ook hele mooie dingen. Maar die ga je bijna niet vinden tussen al die rommel door. Dus ik heb een compromis met mezelf gesloten. En ik heb dit openstaan en dat is eurogeld. En trouwens, dat zilveren ringetje van net kwam ook precies daartussen binnen. Dus je kan geluk hebben. En dan pik ik eventjes de eurotjes eruit. Dat is eigenlijk wat ik ga doen. Compromis sluiten met jezelf.
op een onloopbaar veldje. Je kan ervoor zeggen wat je wil, maar het werkt wel. Ja, en ook die fietsenhokken. Want je denkt dat je alles ziet. Haha, aha, je ziet niet alles. Tadaa. Zo makkelijk is het. Uiteindelijk ging het land me toch beter af als het water. Maar ja, dat ligt denk ik niet aan het water. Dat ligt denk ik of aan mij of aan de aantal vondsten in het water. Ja, wat er niet ligt ga je ook niet vinden. In het land deed ik het toch nog wel ietsje beter. Toch nog weer een handje vol met muntjes en een ring. Dus uiteindelijk ben ik wel weer heerlijk bezig geweest. Maar dit is wel het einde van de video. Dus zeg ik, vonden jullie het nou een leuke video? Doe even een duim omhoog en vergeet niet te abonneren. Dat is altijd leuk. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.